Oh, andere kant op. Zo dan. Ja, zijn we nu weer. We zijn weer terug. Hallo Sabine. Nou, welkom weer. Nou, we gaan kijken of het nu wel gelukt is. Ja. We hebben eventjes een telefoonwissel gedaan. Ik hoop dat het lukt. Dus even kijken. Esmee, kan je meekijken? Ja. Dankjewel. Nou, ik ben ondertussen al begonnen. Ja, we gaan nu eens even zien. Pannetje uit. Wat ik net is, sommigen hebben het misschien wel gezien. Ik heb net gecondenseerde melk in een pannetje gedaan. Maar ik ga jullie nu eerst eventjes vertellen wat ik ga maken. Ja. Want dat hebben jullie misschien ook wel gemist. Ik ga pink velvet maken. Ik wou zeggen red velvet, want je kan ook red velvet maken. Maar ik maak pink velvet. Want ik ben dit weekend tante geworden van een nichtje. En ik vind het ook super leuk om een keer wat anders te maken dan red velvet. En het is een heel leuk klein hapje wat je eigenlijk kan serveren aan je gasten als ze binnenkomen. En ik heb deze er niet helemaal netjes opgelegd, maar het is een beetje lekker. Ja, het ziet er heel grappig uit. Als je heel veel bij elkaar op een schaal legt en ja, red velvet is natuurlijk ook leuk, kan je ook doen. Super lekker. En ja, gasten kunnen dus dan alvast eventjes een hapje nemen bij de koffie of bij de thee, bij een spelletje doen. Want dat is natuurlijk echt kerst als je lekker bij elkaar komt en al in de middag gezellig samen dingen gaan doen. En dan ja, ga je niet meteen iets serveren natuurlijk, want je bent nog bezig met het kerstdiner. En dit kan je echt super makkelijk en heel snel maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gecondenseerde melk in een pannetje op middel vuur. Dan wordt die een beetje lobbig zoals je ziet. Ja. Die ga ik zo, die is echt loeiheet. Dus die ga ik mengen met 200 gram bruine chocolade. Zo. Ja. En 200 gram witte chocolade. En dat maakt die twee lagen. Als je geen bruine chocolade wilt gebruiken of geen witte chocolade, dan kan je natuurlijk ook gewoon ervoor kiezen om één kleur te doen. Alleen als je bruine chocolade gebruikt, kan je hem niet rood maken. Ja, oké. Okay. Kijk aan. even kijken hoor. Petra vraagt of we het recept zo meteen publiceren. Ja, zeker. Het recept komt weer online. Dus, pak eventjes. En Yvonne zegt, wat maken we? Ik maak vandaag pink velvet fudge. Het is een lekker hapje om te serveren aan je gasten. Als ze binnenkomen met een theetje in plaats van een hele taart. Ze hebben nog natuurlijk een heel kerstmenu te gaan. Dus zo. Nou, dit roer je door de witte chocolade heen. En die warme melk, gecondenseerde melk, die lost dus die witte chocolade op. En dan ondertussen doe je dus de kleur erin. Kijk. Nou, iedereen schrijft geluid, geluid, geluid. Dus het geluid doet het. Yay. Ja. Oh. Wij zijn blij. Gelukkig. Toch leuker als je ons kan horen, toch? Ja. Nou, ik gebruik dus rode kleurstof. Als je hem dus helemaal rood wil maken, dan moet je heel veel kleurstof gebruiken. Je kan hem ook zo een beetje marble laten als het ware. Dus dat je hem er niet helemaal doorheen roert. Dat is ook leuk. Dat ga ik nu wel doen. Zo. Ik haal wat kleurstof er doorheen. Zo. Nou, ik laat hem nu een beetje zo. En dan ga ik hem straks verder verwerken. Ja. Hier de bruine chocolade. Maak nog heel even die gecondenseerde melk warm. Zo. Dat is weer eens wat anders dan Aubert Marie, hè? Dat is ja, nou ja, dit is natuurlijk gewoon gecondenseerde melk. Dus het kan er prima tegen om gewoon verhit te worden in de pan. Ja. Maar, ik ga jullie zo wel even een trucje laten zien. Want die witte fudge, als het ware, die is nu alweer een beetje opgedroogd. Dat had ik net ook bij het voorbeeldje maken. Dus ik ga jullie zo laten zien hoe je dat dan oplost. Want deze
de bruine chocolade smelt veel makkelijker, zie je? Ja, inderdaad. Dus, ik vul dit pannetje met een heel klein laagje water. Want dan ga ik hem wel eventjes op bain-marie vriezen. Wordt hij weer wat zacht? Ja. Zo. Nou, die bruine chocolade lost er ook lekker in op. Dus dan heb je eigenlijk al je fudge. Doe er nog een heel klein beetje zout bij voor smaak. Zo. Nou, heb ik hier bakpapier. Knip je uit. Daar neer. Dus ook even daar neer. Hier je bakje. Je kan natuurlijk ook een grotere. Als je meer wil maken, kan je ook een groter maken. En hiervoor kan je echt van alles gebruiken. Je kan ook een ovenschaal gebruiken. Als het maar een beetje diep is en wat in kan. Zo. Nou, dan gaat je bruine fudge gaat daar. Dat wordt je onderste laag. Kan je natuurlijk ook wit voor gebruiken, als je alleen maar met wit wil werken. En die druk je als het ware zo op het bakpapier. Als het een beetje moeilijk gaat, gebruik je nog een lepel. Zo. Nou, dit kan een beetje messy worden. Oh, maar dat los je straks weer op door hem uit te snijden. Zo. Dus ik deze even snel af. Ik ga deze nog even laten zien. Voor je kleine nichtje Pink Velvet. Yeah. Wat leuk. Echt tof. Nou, en dit is echt het makkelijkste gerechtje wat je kan maken natuurlijk. Om een kleine snackie... Maar het is wel leuk dat het zelf gemaakt is natuurlijk. Ja, zeker. En Sjaan die zei nog, is een hapje nu al nagerecht? Chocolade als aperitief. Ja, is toch lekker bij de koffie gewoon? Ja. Heerlijk. Ja, als je gasten om 5 uur binnenkomt, dan zou ik inderdaad voor wat anders kiezen. Maar, zo. Nou, kijk, zo. Die is alweer wat warmer, dus die kan ik dan wat makkelijker verspreiden. Over de bovenkant. En ik laat hem dus eventjes zo voor het leuke effect. Dat je een beetje dat marble hebt. Maar je kan de kleurstof er ook helemaal goed doorheen roeren natuurlijk. Zoals ik bij het eerste heb gedaan. Ja. Zo. En Wendy zegt lekker. Ja, nou het is echt super lekker. Die houdt er nou niet van chocola. Ja. Zo. Nou, en dit lijkt ook een beetje op die zuurstokjes die in de boom kan hangen. Die naar mint smaken. Ja. Dus dit laat je dan ongeveer 3 uur in de koelkast rusten. Dus je maakt hem wel echt 's ochtends. En dan komt hij eruit, kan je hem uitsnijden. Nu kan ik hem eigenlijk nog niet uitsnijden, want hij moet echt nog eventjes rusten, zodat hij afgekoeld wordt. Maar dan krijg je dus dat leuke marble effect ertussendoor. Lekker. En dan is hij klaar. Dan haal je hem eruit en dan ga je hem snijden. En dan ga je proeven. Oké. Zal ik even proeven? Ja. Hmm. Ja, leuk. Echt een fudge. Lekker. Heerlijk. Looks good. Nou, dit vindt iedereen lekker. Zit lekker serveerd bij een spelletje spelen. Of gezellig bij de koffie. Dan... heb je een echte topper te pakken. Het recept komt straks bovenaan. En we zien jullie vanmiddag weer. Want we beginnen vanmiddag namelijk met het grote kerstmenu. En we gaan het voorgerecht voorbereiden. Dus we zien jullie vanmiddag weer. Tot vanmiddag!